Hallo allemaal, hier is weer het Sinterklaasjournaal. Het gaat helemaal mis met de bootreis van Sinterklaas naar Nederland. 3/4 van de pietenpopulatie is aan de beriberi en zit om beurten op de pot. Het schip is in zwaar weer terechtgekomen door een tornado voor de krijtrotsen van Engeland en is dus toch op een zandbank gelopen. Ze zijn nu pas waar ze vorige week al hadden moeten zijn. Oh, dat is niet zo mooi. En dat moet ik aan de kinderen gaan vertellen? Nou, jongens en meisjes, we krijgen hier net een bericht binnen waar we nogal van zijn geschrokken. Ja? Oh, ik hoor, we gaan even overschakelen naar de haven van Amsterdam, want daar staat onze verslaggever. Jij daar, Hutsebout, hallo. Ja, rond de klok van 8:00 vanmorgen, net nadat de storm was gaan liggen, zou de stoomboot van Sinterklaas omsingeld zijn door een aantal rubberboten. Een aantal overvallers, gekleed met bivakmutsen, hebben zich daarna met geweld meester gemaakt van de stoomboot van Sinterklaas. Wat moeten we met dit nieuws? Nagelbijten, zorgen maken. Je kunt niks doen, maar het is heel duidelijk. Het Sinterklaasfeest heeft vandaag zijn onschuld verloren. Wat zijn het voor terroristen en moeten we hun dreigementen serieus nemen? Ik denk dat het gaat om aanhangers van Neptunus. Wie is dat? Dat is de god van de zee. Die woont onder de zeespiegel in het vispaleis. En dat is een man die geen genade kent en zijn volgelingen dus ook niet. Er is nieuws. Via een buitenlands persagentschap schijnt zich een videoboodschap te hebben geopenbaard. En als de apparatuur ons niet in de steek laat, kunnen we die boodschap nu laten zien. Dag lieve kinderen, wat me nou toch weer is gebeurd. Jarenlang kon ik moeiteloos de oversteek van Spanje naar Nederland maken. Maar de laatste jaren, ik weet niet wat het is, is er elk jaar gesodemieter. Wat me nou weer is overkomen. Ik ben op mijn eigen boot overvallen door terroristen. Ze noemen zich dienaren van Neptunus. En ze eisen dat ik alle cadeautjes die ik voor jullie heb meegebracht laat zinken in zee. Als offer voor hun god Neptunus. Maar het is nog niet alles. Ze willen ook 5 miljoen. 5 miljoen kindertekeningen. En die moeten voor volgende week zaterdag binnen zijn op het postbusadres dat nu in je beeld verschijnt. Oh, als ik het niet dacht, ook dat gaat mis. Maar als die eisen niet worden ingewilligd, dan scheren ze mijn baard af en trekken ze mijn teennagels uit. Oh nee. Intussen hoor ik via de regie kunnen we rechtstreeks overschakelen naar Den Haag voor een eerste reactie van minister van Justitie Donner. Tja, eerste reactie is er natuurlijk een van verslagenheid. We zijn geschokt. Hoewel het drama zich buiten de territoriale wateren afspeelt, is dit een frontale aanval op onze rechtsorde en op onze Hollandse traditie. Maar ik vind dat we vooral eerst het hoofd koel moeten houden. En ik denk dat we eens moeten onderzoeken of het mogelijk is om het beledigen van de aanhangers van Neptunus strafrechtelijk aan te pakken. Waarmee ik geenszins wil beweren dat Sint-Nicolaas de gijzeling aan zichzelf te wijten heeft. Nou kinderen, jullie horen het allemaal. Het wordt spannend of Sinterklaas nog op tijd komt. Ja. Kan ik gaan trouwens? Moet je alweer weg? Ja, ik zit vanavond nog met Netwerk en met Nova. Waar het even door. Maar ik vond het leuk, Tutteke. Ja, hartstikke leuk. Sinterklaas, gegijzeld door Neptunistische terroristen. Als dat maar goed komt. Jongens, ik zou maar heel gauw een tekening gaan maken voor de Sint. Maar ga nu eerst maar lekker slapen, al gaat het een beetje dun door je broek. Dan is er morgen weer een Sinterklaasjournaal. Dag!